Vandaag is even een hele random video. Dit is iets wat in één keer eigenlijk uit het niets kwam, want jullie kwamen ermee. Jeremy eet altijd op een hele speciale manier. En ik dacht ineens van, het is eigenlijk best wel een leuk idee om daar iets mee te doen. En toen zag ik een van jullie comments en dat is eigenlijk doorslaggevend. Want iemand zei namelijk, je moet een keer een video maken met Jer en kijken hoeveel hij in één keer in zijn mond kan stoppen per product. Of het in één keer kan opeten, dat was het meer. En ik dacht, weet je wat, het is avond, we hadden toch niks te doen. Dus ik dacht, weet je wat, we gaan het gewoon opnemen nu. Dus ik heb een paar hele random dingen gepakt. Dat is waar dit van is? Ja, en jij gaat dus proberen om alles in één hap op te eten. Weet je wat? Ja, maar weet je wat grappig is? Mensen zijn obsessed met jou. Weet je wat ik niet snap? Mensen zijn obsessed met jou, ja. Omdat jij in al onze video's in één keer zo'n stuk taart in je mond doet. Of in één keer zo'n glas in één slot naar achter gooit. En dat snap ik niet. Kijk, kijk maar. Stop drinking. Ik eet gewoon normaal. Ja, maar nee, dat is niet waar. Voor jou eet jou normaal, maar andere mensen, ik ken letterlijk niemand die zo eet als Jer. Ja. Maar jullie wel? Like, als je jawel, niet, sowieso iedereen wel. Come on. Okay. Net zoals dit glas. Dit drink je toch gewoon in een slok. Je gaat er niet een uur over doen. Het is nu dat ik gewoon zo zit omdat ik een video aan het opnemen. Oké, dat wil ik dan wel eens weten. Kennen jullie iemand die net zo eet of drinkt als Jer? Ik namelijk niet en ik ken heel veel mensen. Dus nee, het is niet normaal. En vandaag gaan we testen of jouw mond echt zo groot is. Ik vond het echt een heel leuk idee. Dus dikke shout-out naar degene die die comments heeft geplaatst. Ja, diegene die nog echt heel leuk. Ja, maar tuurlijk, dat is toch ook de bedoeling. Okay. Echt. Ik zie hier al wat dingen liggen. Ja, dus laten we lekker beginnen. En zoals ik zei, dit is echt een beetje onvoorbereid en gewoon in de opwelling opgenomen. Ik had er zin in. Ik heb niet eens make-up op mijn kop. Ik bedoel, ja, dit wordt leuk. Oh, je hebt eentje al gepakt. Oké. Okay. We gaan beginnen. Jezus. Met maiswafels. Oké, ik ben blij dat ik water heb. Regel is, je mag niet in meerdere... Wat, ik heb regels? Ja, ik maak mijn eigen regels. Je mag niet het product uit je mond halen. Je mag het aanduwen, maar je mag het niet eruit halen. Oké, nog meer regels? Nee. That's it? Ik verzin dat letterlijk ter plekke. Nou, dit... Mij lukt dit dus echt niet. Dus. Jer. Oh my god. You're sabotaging! You're so sabotaging. Nee, nee, nee. Nee, nee, wat doe je? Wacht, wacht! Nee. Dit is een teken dat het zo hoort. Een nieuwe. Oké, noem nog eens de regels. Je mag het niet uit je mond halen. Ik mag het niet breken. Jij maakt het wel schoon hierna. Ja. Ik mag het wel breken. Je moet het in één keer in je mond doen. Het moet passen, dat was het hele ding, toch? Maar het mag dus breken. Maar dit mag ik niet doen. Nee, je mag het niet hier in stukjes doen en dan doorslikken. Zie ik uit als ik dit kan? Ja, okay, actually you do. Als het zelf breekt in mijn mond, maakt niet uit, toch? Nee, nee, dat maakt niet uit. Oké, disclaimer. Als jullie dit niet willen zien, kan je nu doorspoelen naar het eind. Probeer dit niet thuis. Een thumbs up, alsjeblieft. Ja, en abonneer op ons kanaal. Nee, stop it! Oké, dat telt niet. Oké, hier wel. Oké, ga niet. Ja, oké, dit weet ik niet. Oh my god, Jer. Dat doet geen pijn. Jij vindt dit normaal, toch? Dit vindt Jeremy dus normaal, mensen. Heb je gewonnen? Bij het nieuwe normaal. Wat de hel, joh. Ja, probeer het nu maar te kauwen. Nog een probleem. Wat? Nog een probleem. Ik ga gewoon kauwen, maar ik ga gewoon honger. Moet je een beetje water erbij? Oké. Okay. Nou ja, maiswafel is dus gelukt. Dat is één. Dit is echt zo random. Geen antwoord. Heb ik gewoon, hè? Tel dit. Ja, ik vind van wel. Telt toch? Mm. I mean... Echt vies. Vies. Dat is niet lekker. Au! Jeremy, stop it. Slik het nou maar door, want je ja, moet nog meer. Dan. Dat gaat echt even duren. Ik vond een tomaat. Toen dacht ik, ja man. Deze past. Maar wat er gebeurt als jij een tomaat in één keer uit
nou ja, laat zo zeggen, in één keer doorbijt, ontploft het, hè? Dus ik zou wel even een doekje pakken hier. Pak even een doekje achter je. Want dat werkt niet anders. Maar ik heb het idee dat dit wel past. Ik denk dat ik dit net aan zou kunnen. Wil je ook maar... proberen? Nee. Nee, het gaat niet om mij. Okay. Het gaat niet om mij. Degene die deze comment heeft geplaatst. We houden van je. Echt. Nee, we hebben een haat-liefde-verhouding nu. Maar jij. Ik ga het gewoon doen. Kom. Deed je dit vroeger ook al als baby of zo? Wat? Nee! Ja, weet ik veel. Ik ben hier niet voor getraind of zo. Here you go. Oké, probeer dit nooit thuis. Maak niet alles vies, hè? Vies? I'm just saying. Ja, want dat gaat ontploffen. Oh my god. Je bent heel voorzichtig. Je hoort echt zo gonsch, gonsch naast me. Gaat het niet je neus in of zo? Ik zou dus echt hebben, als ik dit doe, dan gaat het zo mijn strot in en naar boven, denk ik. Vindt hij leuk hoor. Oké. Nou ja, hele tomaat. Doet het ook, dat zo te zien. Dat is bijna goud. Ja? Wat dan? Ben je serieus dat ik tegen je ga praten? Ja. Je gaat me serieus... Ah! Oké, dat is moeilijker dan ik dacht. Ik kon niet kouden, ik moest serieus gaan kouden als een kameel. Ja, kom eens even een stukje hierheen. Ja. Oké, dan. Het is al echt vies als je het zo eet. Ja, nou ja, jij eet het altijd zo. Een banana. Ik doe geen banaan in mijn mond. Hoezo niet? Nee. Die gaat dit. Let me hit you with the banana. Jawel! Jij zegt altijd dat je alles in één keer op kan eten en dat het normaal is. Haal het schilletje gelijk eraf. Toch? Hoezo? Is wat weird. Is er? Hoezo is dit weird? Waarom vinden mensen een banaan eten altijd zo idioot? Ik snap het niet. Ik ga hem niet doen. Je hoeft je niet te schamen, eet het. Nee. Eat the banana. Nee. Yes, jawel. Oké, maar wel schuin. Schuin? Dat doe je toch... What the fuck? Oké, dat mag ik niet zeggen. Maar... Nee. Ik eet hoe ik wil. Je bent gek jij. Dat past toch niet? Wel. Oké, nou Jeremy wil voor persoonlijke reden de banaan niet recht in zijn mond doen. Dus... Doe jij dan? Wat is er? Wat is er? Ik geef even uitleg. Doe. Doe dan. Doe. Doe. Met je schuin. Nee. Doe dan. Oké, ja. Met je stoere gepraat elke keer. Oh my god. Dat is ook echt, het gaat ook zo fucking snel. Hè? Hij neemt er niet even zijn tijd voor of zo. Nee. Ik ga trouwens mijn haar vast doen, want daar ben ik helemaal luid van. Nou, ben zo lekker. Tada. Dat is echt te simpel, man. What the fuck. We mogen de tafel wel schoonmaken hier. Ja, ik doe het straks wel. Oké. Ik ga een buikpijn hebben. Nou, dat is oké. Ik was weet je wat wel... het is? Hou op. Weet je wat het is? Als ik eet gewoon een normale hap. Weet je? En als jullie en jij... Le croissant? Le croissant, oui. Is lekker. Anyways. Dat is een gekke Antilliaan die ertussen doet. Lekker. Niemand zei ze lekker nou. Ik ga deze croissant lekker eten, zo. Oh, echt de dingen waar wij lol mee hebben. Wat ik aan het zeggen was, is dat ik een gewoon normale grote hap neem. En dit is gewoon ridiculous. Ik heb nog nooit iemand gezien met de size van jouw mond. Ja, ik heb ze wel vers gemaakt, want ik was er net mee bezig. Dus hè, dan kan ik er net zo goed één... Niet... Nee, je mag het niet kleiner maken. Even proeven. Het is echt heel lekker, want ze komen net uit de oven. Zeer zwaar. Ruikt hapje lekker nou. Oh, ik hoop alleen dat je hier niet van stikt, want dit is echt... Het kruimelt, niet hè? Thuis proberen, letterlijk. Dat is Alright. echt een dingetje. Disclaimer, don't do this at home, people. Ik zit een beetje vol. Ja, jij eet zo normaal altijd. Maar dit kruimelt, dit is geen stress. Doe dan! Voorbereid toch! Het is wel groot, wat is dit? Het is een XXL croissant of zo. Ik heb ook precies de grootte, dus nou ja. Doe dan, doe. Want je bent aan het uitrekenen even... Ja, ik moet rekenen met wiskunde de curve. In je hoofd,
Hoe gaat dit passen? 20 graden. Jongens. What the hell, Jer? Als je... Oké, laat me het zo vragen. Terwijl jij even aan het kouwen bent. Als jij iemand anders dit ziet doen. No, just keep on chewing. Vind je dat dan normaal? Stel, ik zou zo eten. Zou je dan denken, oh ja, Nos is echt een heel normaal mens nee, die eet normaal. Nee, als je zo zou eten, zou ik normaal vinden. Maar, I can't hear you. En dan ga ik ook nemen. Stop talking. Dit is heel droog volgens mij, of niet? Zeg maar ja of nee, ja. Je zit in de kruimels. Oh my god. Ik hoop echt niet dat je buikpijn krijgt. Want je koudt wel altijd. Maar kraak. Want je hebt ook mensen die dus zo alles naar binnen proppen. En dan vervolgens ook niet kouwen. Ja, dan krijg je echt mega buikpijn. Dus nou ja, dat is dan wel een dingetje. Doe nou niet stoer. Maar ik eet niet zo. Hoezo? Doe net zo eet. Lieg niet, want bijna in elke video heeft Jer wel op zijn minst één moment, ik zou er letterlijk een compilatie van kunnen maken, dat hij in één keer iets naar binnen stout. En iedereen is altijd verbaasd, nog steeds, wat ik echt best wel apart vind, want jullie kijken al heel lang onze video's. Maar ja, heel eerlijk, ik ben zelf ook nog steeds verbaasd. En iemand was boos. Dit is ridiculous. Ja, iemand vond het, wat zei ze nou? Wat zei ze nou ook alweer? Weet ik niet meer. Ja, iemand vond het niet kunnen, is toch niet gezellig. Ik had maar het is niet mijn schuld. Who cares? Who cares? Echt, I really don't care. Ik bedoel, ik ben al bijna, wat is het nu? Ja, 11,5 jaar samen met deze man. Het boeit me echt geen flikker. Goed zo. Ik eet gewoon normaal. Jullie met jullie babyhapjes. Ja, inderdaad. Deze is ook wel leuk. Dit gaat heel veel mensen echt gewoon een rilling geven. Want, ik weet niet of Jared, volgens mij heb je het ook wel eens laten zien. Wacht. In een van je What I Eat in the Day video's op je eigen kanaal. Jeremy eet tegenwoordig een kiwi met schil. Ja, dat is en er zit zeker een reden achter, want in de schil zitten dus de meeste vitamine en zo, schijnt zo te zijn. Heel goed voor je vezel en zo. Dus ik heb alleen de onderkant en de bovenkant even eraf gesneden en gewassen. Ja, maar dit is makkelijk, want deze weet ik al. Het is ook echt gewoon alsof het een babyhapje is. Gewoon, oh, even een munch. Nog, nog, nog. En het is weg. Je proeft dus gewoon niet. Ja, beetje crunchy. Ik weet niet in welke volgorde ik mijn dingetjes nog moet doen. Wacht. Wat? Jeremy, ik hoef geen kiwi. Oh, mijn liefde, even zien hoe makkelijk het is. Waarom doe je mij dit aan? Alsjeblieft. Voilà! Nosli! Okay. En ik heb echt een van de kleinste monden ever, hè? Doe eens, duw eens je mond open. Ik heb echt een mini mond. Oh, eet dan. Oké, doe jij ziet er echt fucking vies uit. Zie je? Het is niet normaal. Oh my god. Ik doe zuur. Oh my goodness. Maar het prikt ook tegen je gehemelde aan. Zo, oh, trouwens, zo kan je ook veel meer genieten van all you can eat sushi. 5 rondes. Oh my god. Mm-hmm. Hey, ik kom meestal tot 4. 3. Oké. Het is wel lekker. Maar het was wel te zuur. Ik weet niet of jij heel blij gaat zijn met deze. Want Jerry haalt dus altijd deze bij Albert Heijn. Het is zo'n verse sap. Oh, yeah. Van ananas, kiwi, sinaasappel, spinazie en komkommer. En dit is 500 milliliter. Maar het is wel green juice. Dus ik weet niet of jij hierna naar de wc moet. Het spijt me alvast van tevoren. Dus je kan deze ook als laatste doen. Dan moet ik het eten, je moet het drinken. Ja, in één keer, want dat doe jij ook altijd. Deze man kan gewoon in één keer een liter, anderhalve liter gewoon achterover gooien. Niet na het eten. Als er niks aan de hand is.
Ga nou niet liegen. Ja, ik kan het wel. Oké, wacht. Weet ik niet. Ik zit vol. Too bad, son. Je hebt me net een kiwi op laten eten en ik stik dus wat. Nogmaals. Degene die dit heeft bedacht, dankjewel. We love you. Ik heb heel veel fun in ieder geval, behalve met die kiwi. Alright. Ik hoop echt niet dat je buikpijn krijgt of naar de wc moet of in één keer moet overgeven of whatever. Want het is dus wel, nou ja, het is wel gezond, maar als je dit in één keer achterover gooit, mijn buik kan het niet hebben in ieder geval. Ja, het is aan jou of je het wil doen of niet. Ik zag het staan, toen dacht ik, ja, je drinkt het toch al. En ik had het nog in de koelkast staan. Het is niet vies. Mag ik heel even proeven? Nee, dat heb ik nog nooit gehaald. Lekker, het smaakt vooral naar ananas. Alright. Ik moet even wat zuurstof. Ik ben nog steeds bezig met die kiwi processen gewoon, jezus. Weet je wat grappig is? Als mensen deze video voorbij zien komen met een thumbnail. Wat kan ik eten in één hap? It's ridiculous. Ik heb zo'n video nog nooit voorbij zien komen. Nee, mensen denken dat we gek zijn straks. Echt. Jezus. Maar dat was wel makkelijk. Ik weet niet, ik had hem moeten timen. Dat was timen. Wel echt easy. Wat? Ja, dit was letterlijk drie... Nog één? Nou, wat was het? Ik ga terugkijken in die video, hoor. Dat kan ik nog wel een keer doen. Die is easy. I didn't know that. Oh. Dit is 500 milliliter in 2,5 seconden. Dit is een vitamine boost. What the fuck, Jer? Come on, Nos! Zelfs dit wist ik niet, hoor. Ik wist dat hij echt heel veel kon hebben, maar my god. Nu begin ik wel te genieten van deze. Is je oké? Ja, het is wel lekker. Is wel lekker. It fits. Oh. 47% van mijn dagelijkse vitamine inname. Come met me, bro. Jezus, Jer, man. Oké, okay. Kan je nog meer? Ja, let's see. Ja, nee, wacht. Ik moet eerst laten zien. Dikke, Jezus. Yeah. Dit is een knopperbar. En die is echt heel zoet. Een peanut bar. Deze is heel lekker. Kan je gewoon halen bij Albert Heijn volgens mij. En die lag ook in de kast, dus ik dacht, weet je wat, waarom ook niet, hè? Deze ken ik wel. Deze is echt lekker. Het zijn nieuwe. Jeremy. Kijk dan, hij doet het ook nog zo in zijn mond, hè? Niet zo, hij doet het zo in zijn mond. Zijn jouw wangen extra stretchy of zo? Hmm. En ga je de ene ding vertellen? Nou, hier komt het hoor, ja. Als je dit, of een Twix, of een Mars, in één keer eet, is het zo lekker. Ik kan dat niet, ik krijg last van mijn tanden dan. Hmm. Zeg maar. En het is in één keer weg, ik wil er lang van kunnen. Mensen zeggen altijd, ja, dat die domme, ik moet er lang van. Zo domme, wat is dit dan? Dit is normaal? Dit is een smaakexplosie. Skadoosh. 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 Oké, okay, nou het laatste, ik weet niet of je dat wel wil eten. En dit is serieus me... veel lekkerder dan met hapjes. Dit moet echt super simpel zijn voor jou. Mag het vouwen? Dit is het de laatste. Mag je iets vouwen? Weet ik eigenlijk niet. Weet ik veel. Het is vouwbaar. Dit is ook gewoon vergeten. Weet je wat grappig is? Jullie denken misschien van nou, Nos die faked het nu dat ze dit niet weet. Maar dit zijn dingen, ik bedoel... Ik weet dat hij wel eens een hele halve taart zeg maar in één keer naar binnen schuift. Of een hap ijs waar ik 20 minuten over doe, whatever. Maar dit is echt extra, extra, extra. Ik heb het serieus nog nooit gezien. In de hele 11 jaar dat we samen zijn, niet gewoon alleen die kiwi dan. Maar ik eet normaal! Ik eet gewoon normaal. Ja, maar noem dan iemand die zo eet. Wie ik ken. Rudy. Iemand. Wat, je broer? Ja, hij, ja wel. Echt niet. Ja, ik heb hem niet, nog nooit zo zien eten. Lieg niet. Jullie kennen allemaal iemand. Ga niet liegen. Maar je bent wel gewoon de volle 10 out of 10. Je bent geslaagd, hè? Moet je iemand zeggen. Vlaag en wimpel. Zeg. Vlaag en wimpel, zwaar. Wat de hel. Nou, en dit was het dan. Jezus. Nou. Ik wil gewoon zeggen, dank jullie wel dat jullie mij respecteren voor wie ik ben. Heb je geen buikpijn? Nee joh, misschien straks, maar nee.
En je hebt er 20 minuten over gedaan met een dag. Dank jullie wel dat jullie met mezelf laten zijn in deze wereld. Daar ben ik heel dankbaar voor. Je hebt 20 minuten erover gedaan om alles in één keer hop, 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 volgende. Best lang, hè? Vind je dat lang? Ja. Anyways, we gaan nog meer video's maken waarin we dus heel Nederland doorgaan en dingen gaan proeven. Ja, Jos neemt kleine hapjes, ik neem grote hapen. We zijn een muis en een olifant. Klopt. Ik ben echt heel erg benieuwd wat jullie van deze video vonden. Laat sowieso even een duimpje achter. Al is het alleen maar voor de moeite wat deze man doet. En voor mij, want ik heb mijn kiwi gegeten. Ja, I mean. Je doet. Ja. It's okay. Dank okay. Doei jongens. Bye.